Ja, aan tafel hebben wij vandaag Obed Kanapé, hij is DNA-lid en deze parlementariër sprong in de bres voor de natuurgeneesheren en vrouwen. Want verschillende natuurgenezers in Suriname beweren dat ze een medicijn hebben ontwikkeld tegen COVID-19. En volgens deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid is er nog geen medicijn tegen COVID-19. Alhoewel vandaag het eerste vaccinprikje toegedeeld gaat worden of toegediend gaat worden aan minister Amar Ramadan, gaan wij toch praten over deze ontwikkeling binnen de natuurgeneeswijze in Suriname, want de meningen zijn verdeeld. Vorige week, voor de aanvang van de Raad van Ministers, spraken wij met minister Amar Ramadan hierover. En hij deelde mee dat hij geen boeman wil zijn voor deze groep. Maar hij wil werken naar regulering van deze sector. Laten we gaan luisteren wat de minister precies vertelde. Maar ik heb op geen moment ergens gezegd dat traditionele genezing niet goed is of niet bestaat. Ik erken de kracht van geneeskrachtige middelen, kruiden of planten. Dat kan. Er is zelfs in Oxford een University of Tropical Medicine, waar er wetenschappelijk onderzoek verricht wordt naar de effectiviteit, werkzaamheid van welke planten dan ook. Er is kennis. Er is ook potentie voor de economie van een land. Ik bedoel, het gaat nu om een stukje kader die we moeten maken als regering, als land. En met elkaar moeten eens worden over de toepassing van die kennis in het genezen van de Surinaamse burger. Het is onmogelijk dat wij het gewoon de vrije loop laten gaan. Daar ben ik wel tegen. Dat we gewoon de vrije loop laten gaan voor ongecontroleerde zaken. Je loopt een winkel binnen of een drogisterij binnen en je ziet hier een drankje, vitaminebooster. Is dat bewezen? Dus daarover gaat het bij mij. Meneer Kanapé, duidelijke taal van de minister. U heeft zelf een pleidooi gehouden in de DNA, in Slaans vergaderzaal. En u heeft daar aangegeven dat er heel veel gehaald kan worden uit de Surinaamse kruiden. Als u zo naar de bewindsman luistert, wat heeft u als reactie? Nou, als eerste reactie daarop, in feite, je haalde eerder aan dat ik in de bres sprong voor de traditionele geneeskunde. Het is niet in de bres springen, het is een feit aanhalen. Yeah. En beleid maak je op basis, dat is wat ik koester, dat wanneer je beleid uitstippelt, dan doe je dat op basis van de realiteit die er is in de samenleving. En traditioneel geneeskunde is een Surinaamse realiteit. En ik denk zelfs in de familie van de minister zelf dat er mensen zijn die tenminste van het jaar nog, of ja, we zijn in februari, tenminste van het jaar misschien nog een traditionele middel heeft ingenomen. Ja. En in wat de minister zei, hij zegt, in Oxford, Londen, in Engeland, daar wordt tropical medicine bestudeerd. Mm-hmm. En Engeland is niet in Zuid-Amerika. Engeland is helemaal een paar duizenden kilometer verder. Mm-hmm. En het is een Surinaamse realiteit. Wij zijn in de tropen. Mm. Wij zijn hier met onze biodiversiteit, onze planten, onze wat zeg maar God ons gegeven heeft. Het gegeven is hier in Suriname. En het is dat we dan moeten verwijzen naar Engeland, dat daar het bestudeerd wordt. En dan denk ik aan onze effort om dat wel hier in Suriname te kunnen doen. Omdat hier wij de realiteit ervan hebben. Ja. De relatie die de mensen hebben met deze planten, de tropische planten. En wat ze allemaal betekenen voor de mensen in Suriname. En wat het allemaal daarbuiten kan betekenen. Omdat at the end, bij mij gaat het erom, als wij het zelf doen, dan omdat het een deel is van onze realiteit, is het makkelijker om onze verhaal te verbinden aan het product dat we maken. En dit verhaal zal uniek zijn, omdat het in Suriname is gekomen. Mm-hmm. En zo verkoop je iets nieuws aan de wereld. En over dat het bewezen is of niet.
Ik denk niet alleen de traditionele geneesmiddelen zijn niet bewezen. En heel veel van de andere middelen zijn ook niet bewezen. Maar die worden wel toegediend aan de mensen, omdat het een bepaalde werking heeft. Ik pleit voor het ontwikkelen van onze traditionele geneeskunde. Omdat at the end gaat het erom wat we aan kennis hebben. Mm-hmm. Wat we aan kennis hebben ontwikkeld door de jaren heen. Vanaf het begin van dit land. Vanaf de tijden van de inheemse tot de komst van alle andere groepen in dit land. Wat we hebben ontwikkeld en wat we allemaal hebben gebruikt tot nu toe om te overleven. Behoort deel uit te maken van onze budget, onze begroting, onze ideeën om Suriname te ontwikkelen. Ja. En de minister haalt aan, hij wil geen boeman spelen. Maar de eerste stap naar regulering, naar verbetering, is dialoog. Overleg plegen met elkaar, in overleg treden met elkaar, praten met elkaar, kennis delen met elkaar. En dat we niet bijvoorbeeld de homeopathie ondergeschikt stellen van westerse geneeskunde. Ja. Het zijn geneeswijzen. En de kennis daaruit, het is niet ondergeschikt. Zelfs homeopathie bestond voordat de westerse geneeskunde met farmacologie, zoals het nu is ontwikkeld, ja. dat het zich zo is gaan ontwikkelen. En dan vraag je af, oké, waarom zou de ene beter zijn dan de andere? Ja. Als je de ene ook kan ontwikkelen. Ja, het eerste vaccin wordt vandaag toegediend. Ja. En we wakken tapastrati. Je hebt de meningen voor de sma. En het leek alsof ja. De Surinamers meer geloof hebben in de middelen van de natuurgeneesheren heren en vrouwen dan het vaccin. Bent u dit ook tegengekomen op het veld? In ieder geval, omdat wat dit vaccin betreft, het is nieuw. Yeah. COVID is nieuw. Yeah. En nieuwe dingen maken mensen angstig. Mm. En mensen hebben een bepaalde standpunt ten aanzien van het vaccin, hoe het is ontwikkeld en al dat soort dingen. En tegelijkertijd ook wat je noemt de theorieën erachter van de mensen die ze zelf ontwikkelen op basis van die angst. Complottheorieën. Die complottheorieën op basis van de angst die mensen hebben voor het vaccin. Ik ben niet tegen vaccin, maar ik ben een voorstander dat de mensen de ruimte hebben om te kiezen. Om te kiezen hoe ze behandeld willen worden. Om te kiezen hoe, over hun eigen gezondheid. Want uiteindelijk, we hebben een ministerie belast met volksgezondheid, ja. Maar de gezondheid van het volk ligt bij het volk zelf. Ja. En terwijl de minister de plannen uitzet, althans de stappen maakt richting het toedienen van de vaccin, dat het goed gecommuniceerd wordt naar de mensen wat het allemaal inhoudt. Ja. En dat de mensen de juiste informatie krijgen. Want mensen onderzoeken dingen. Of ze gaan op Google en wanneer ze googelen en dan vinden ze iets. Dan is het voor hun al bewezen dat het niet een goed ding is. Ja. Je hoort het dat de mensen argwaan zijn. Ja. Met het vaccin. U zelf aangegeven de juiste informatie is nodig. Ja. En precies dat bedoelt de minister. Ja. Hij heeft gezegd hij is niet tegen de natuurgeneeswijze. Ja. De middelen die worden vervaardigd door de mannen en vrouwen. Maar die informatie en hoe je zo'n middeltje maakt, die informatie is belangrijk. Ja. Maar het lijkt alsof de natuurgeneesers bang zijn om hun recepten. Recepten. Ja, te geven. De golden formula. Ja, aan het ministerie. Taak E. Loco, die is meer gebruik, die is meer hanteer. Waarom doet men zo geheimzinnig over de maandag die konis voor de bigisma? De waarom zou ik niet kunnen beantwoorden, omdat dat vergt onderzoek. Ja. Om te kijken waarom reageren mensen tegenover een bepaald voorstel. Ja. En je vraagt je ook af, terwijl de minister zo open is daarover,
dan verwacht je ook bijvoorbeeld dat de mensen dan ook de stap maken richting oké, minister dit heb je, maar die wettelijke basis is er niet. Van de kennis die allemaal daarin heeft gestopt, hoe het beschermd wordt. Ja. Want als die wetgeving er niet is, dan heeft iedereen de ruimte om je kennis, wat je allemaal daar hebt ontwikkeld, dan om het gewoon vrij uit te geven. Ja. En daarom vond ik vind het nog steeds een hele goede stap van de traditionele geneeskundige gemeenschap, dat ze de stap hebben ondernomen om een wetsvoorstel in te dienen bij de Nationale Assemblée. En ik sta ervoor en ik sta erachter om het verder te helpen ontwikkelen tot een tot standkoming hiervan. En ik hoop in deze periode ook, van 2020 naar 2025, dat het er uiteindelijk komt. En dat het ministerie niet alleen zegt, oké, breng je producten naar zo'n onderzoekslab en dan zien we verder. Maar dat ze het oppakken van oké, laten we het vanuit het ministerie gaan ontwikkelen. Ja. En laten we de mensen niet alleen gewoon uitnodigen om hun spullen te brengen, maar ook de mensen gaan begeleiden van, ik ben er om wat je brengt mee te nemen in wat nationaal kan gelden of internationaal kan gelden. En over de angst die de mensen koesteren, het is geen angst, het is gewoon argwaan. Het is te twijfelen wat er uiteindelijk mee gebeurt. Ja. En wat met je kennis gebeurt uiteindelijk. Ja. Er is nog een fragment van minister Amara Madin. Laten we even gaan naar dat fragment. We moeten ons als, en ik roep de traditionele geneesters op, of de mensen die de natuurgenezing of traditionele beleiden. Het is absoluut geen bedoeling van mij om welke kennis er ook is of traditie te disrespecteren. Het gaat erom dat ik u oproep om mee te werken aan dat stukje ordenen en reguleren van deze kennis die we hebben. En als we dat doen, dan denk ik dat we met z'n allen een stapje verder komen. Want als we bijvoorbeeld bloeddruk of hoge bloeddruk of suikerziekte, dat zo'n burden vormt op onze healthcare. Als we dat kunnen behandelen met bijvoorbeeld traditionele middelen of natuurlijke geneesmiddelen, dan zou dat een verlichting betekenen voor ons van hoeveel minder medicijnen te importeren. Maar dan moet het wel goed onderzocht worden. Er moeten bekende procedures zijn welke wegen je moet bewandelen om je middel goedgekeurd te krijgen. Zijn de wegen bij u bekend welke bewandeld moeten worden om hun middelen goedgekeurd te krijgen? De wegen, ik denk niet dat, volgens mij heeft de minister erover dat de wegen juist ontwikkeld moeten worden. Oké. Want, en daar, ik denk dus, dat nu, dat dus, zijn dus nu op dit moment zijn er geen instanties die... Nee, is er niet. Volgens mij de onderzoeklaboratoria, die zijn er, waar de mensen hun producten ook laten onderzoeken op wat er allemaal in zit en wat de effecten ervan. Dat hebben bepaalde geneeskunde practitioners ook gedaan met hun middelen die ze ontwikkelen. En ook een van onze professoren die ondersteunt het ook, meneer dokter Mans, ja. Die ondersteunt het ook dat... En heeft ook onderzoek gedaan naar wat het allemaal kan betekenen voor Suriname als we deze sector gaan ontwikkelen richting de formele kant. Want nu gebeurt het buiten de formele economie. En het is een flinke wat transacties daar plaatsvinden. Maar je hebt geen zicht erop. Omdat het is nooit gekomen van oké, dit willen we wel gaan reguleren. Welke producten zijn er? Welke middelen dienen de mensen toe? En we willen zicht hebben daarop. En als de minister dat zegt, dan is het ook, dan denk ik dat hij het ook koestert om te stappen richting niet het opsluiten van mensen of laten opsporen van mensen, maar de mensen juist de ruimte geven van oké, laten we een platform gaan ontwikkelen zoals vorig jaar was het denk ik niet, 2019 was er zo'n conferentie van homeopathie. Nadat men erachter kwam dat inheemse meneer een middel had ontwikkeld welke een of andere kankersoort tegengaat. Mm. En één voor was die man, had die man zijn kennis voor een flow, ja, low money verkocht aan Westerling. Ja. En, en als je niet optreedt, dan doen mensen dat ook van oké, als het onderzoek buiten Suriname wordt gedaan en de machine. A kennis dat Inoki zijn gratis. Ja. Want de Amawani Paifa kennis samen ontwikkelen. En
internationaal. Zelfs een vaccin zou je bij je nodig hebben. Het is niet gratis. Je krijgt het niet gratis. Ja, ja. Je moet ervoor betalen. Je moet ervoor betalen. En iedereen kon niet dit doen. Nou, een pisit kondere van grondtapu. Een uniek san van pis grondtapu dat die. En als je ontwikkeling moet voor drapen uit Komoro bigi, a grondtapu aan jou bigi luku kon drapen. Dan ga dat je trekken aandacht kon drapen. Want nou, hoe aandacht nou dena, een luku stran, hoe aandacht je luku Oxford. Of hoe aandacht je luku India of China, want dat drapen de mij ontwikkelen zijn. Maar voor haar, de man, voor interesseer de man, oké, onze, want, if je luku serevi, a pisipe sran aan bedde, waarom, want je in een van de trainingen, de Health in All Policies training, had ik gevolgd van de op ADEC. Daar kwam ik erachter dat Suriname na je eerste contact aan geneeskunde begin van haar regio. Ja, natuurgeneeskunde. No, natuurlijk gewoon een geneeskunde schrijf. Ik ben Abu Atoso en Aladia Zalati. Na je begin van haar regio. Film Lukebo. En film Lukebo deed de nadee. Dat we tekort hebben aan artsen en dat soort dingen. Dus dan verwacht je dat het nu wel tijd wordt. Dat men niet alleen erover praat, maar dat we overstappen tot laten we onze geneeskundige kennis verder gaan ontwikkelen. En de mensen die praktiseren, of de planten die we allemaal hebben met geneeskrachtige werkingen, dat we die planten allemaal zelf gaan bestuderen. Dus ja. daar ben ik voorstander. U bent voorstander van verder regulering van deze sector. Maar u voert ook gesprekken met de groep. Ja. Of de mensen die werken binnen deze sector. Sang na den fuka sa ekonafesi, te tak na desma. Maar meer de mawan beskerm de koni, dat na wang. Maar sang na den tratra fuka. Sang dete na scholing. Ja. Veelal desma zij praktiseren in een traditionele geneeskunde zijn niet hoog opgeleide mensen. Mm-hmm. En als scholing, nou een passief goed na apistorie dat het oké, teken is aan traditionele koning, aan traditionele sabi. Dan is het nodig om bepaalde dingen te weten over het menselijk lichaam. Mm-hmm. En dit soort training, dit soort koning dat de man moest kiezen. En voor de man kon zijn moro boom. Fafu wuroko nanga adresi sa de mai ontwikkel omdat en suma emeke ook to want ya bo me ma emek fal sani werkel emek lo lo sani e pote seri ma san sama poti ne apno werking en an adresi no asiki ya yeah. Dus kuta oplichter servi dus if au wet de dan i kan onderscheid moro bu suma na oplichter nanga suma no oplichter suma e mekwa lawlaw sanfu nyandes ma moni pour mona des masaka yeah. Nga suma e dwing tak oké okay, mi wan verbetere ina sansamen ya yeah, de mata kwaksalvers ya yeah. Mene kanape ye fola hasan boom if you gi unu en wan regel maak van beginpunt tot het eindpunt samupsa nono de faya na ina sector. In een sector noemde, ik denk dat ook toe is ook capaci door met de minister. En voor Luko a organisaties aan de onderotiri, voor mij denk ik mevrouw Claudetta Tony, meneer Kulimor, Desma dat ik de na feze hari. En voor den bondru den schrijf moro, Desma zijn de traditionele geneeskunde. Tak den bondru den schrijf. En te den bondru den schrijf, dan aandacht voor een minister Camoro de gericht en ook mi fenem bu ook tot dat de reageert op asan sam salas na Marwe Marwina ja bij ADC go 3 op opdracht samen kiezen aan 3 op ja dat de pistorie dat hij de reageert op in dat de absin want die is tak dis maar je bestudeert de nationale wetgeving maar tegelijkertijd je bestudeert de internationale verdragen die er bestaat toe ja. Die voor traditionele kennis voor alibisme en voor we beschermen dat in een voor wanneer dat we ontwikkelen dat a controle en pc voor alibi makandra voor kondre en dat denk aan praktisering na een regelgeving die gelden dus oefenen mooi dat denk de TK initiatief dat in dat denk dank nanga ai dat ze wakker blijven dat ze actief moeten blijven
En dat het is niet iets van één generatie misschien. Later komt er weer een andere generatie. Het is misschien iets van 20, 30 jaar dat het uiteindelijk tot zijn volwassenheid komt. Maar tangwa wat decatief hoort door. En dat we niet te door een ambitie dan stoppen we. En dan gaan we dan dat zal niet lukken. Dus die wetgeving, ja, stimuleren tot het ontstaan van een instituut. Ja. Welke zich hierop gaat focussen, dat de mensen verder onderwezen worden. Ja. Maar ik kies scoren moro voor alibis maske euroko nanga vadres euroko nanga nesot sanati. En dat naaf de nomo tap aan westerse geneeskunde her. Ja. Het kan ook dat we samenwerken met landen waar dit al verder is ontwikkeld. Als we kijken naar China, als we kijken naar India. Ja. Dus landen waar gewoon op de universiteiten je dit kan volgen. En dat je dan uiteindelijk overgaat tot je practitioner. Dus dat we tot dat overgaan dat usabi sumai praktisering. Sowieso je op de man zang de daar buiten nog steeds. Want aan alle de interesse die de mij meki, amau mategi fama fini. Maar kijk bijvoorbeeld iemand had laatst dicht bij mij in de familie een wond opgelopen. Yeah. En die zegt, akiswan drinkt, dat kan potsen. En dat potas aan en het heeft gewerkt voor die persoon. Ja. Dus dan heb je zoiets van, maar hoe verklaar je dat? Ja. Dus dat soort dingen heb je. Dus het heeft een... Dat is geestelijk. Een geestelijk pisie, een spiritueel pisie. Naar hem homeopathie, zo had je. Inoman doen, inoman onderzoeking naar een vastva aan westerse onderzoeken doen. Zolang je doet dat, je komt altijd op een conclusie van, dit werkt niet. Omdat het in elkaar fit wang. Een cirkel go in een vierkant. En we pas. In vital a cirkel go in wang. Of een balletje in vitein go in wang. Wan loon tussen de adat of fiti wel. En dat naast zou doen ontwikkel a olo. Of a principe a san die se fiti. In a serana libi makandra. En ik denk dat if u doro dape. Kota pasi dati. Kon doro tap wang instituut. Fu leis ma op. Fu. Da omens ma ook is moro interesse tak. Do begin shelek. Dis na normaal. Want kan de omens maar niet, je lijkt normaal, je lijkt hoogi. En dat moest komen op. Ja, dankjewel meneer Obed Kanapé voor uw uitleg vanmorgen. Want mijn spreek alleen uit naar voorzichtig. Kanapé. Kanapé, in het begin je rekar kanapé. Moet ik hem corrigeren of moet ik hem gewoon laten? Maar ja. Oké, want je hebt kanapé en kanapé. Dat ben ik aan kanapé na neem. Omdat in de Marontalen heb je geen E. We hebben geen farikaring naar zachte E. No? We hebben die E met die E. Ja. Dus dat hebben we meer in de Marontalen. Kanapé is nou een AE, nou een Nederlands. Oké. Abong, bedankt voor uw uitleg. En ik hoop dat je een uitleg voor je die manting over een sector die ze moro inzicht naar wijsheid zag. Moeten uitmaken dat je met een samenleving. En ik hoop dat u bent nu in het parlement, dat u samen met de commissie Volksgezondheid binnen het parlement en de minister, dat jullie samen gaan werken om te komen tot één de wetgeving en de instituten die moeten komen om natuurgeneeswijze verder te ontwikkelen in Suriname. Dank u wel.